gaat vandaag een staartje maken. En dan ga ik eerst laten zien hoe je staartje borstelen. Maar je mag er niet achter staan, want ze kunnen zomaar trappen. Dan begin je met de onderkant. Dan ga je zo steeds meer naar boven. Dan borstel je de klitten eigenlijk naar beneden. Als je zo doet, dan gaat heel je staart vastzitten. Altijd moet je naar beneden. Als alle klitten uit je staart zijn, dan kan je heel je borstel door de staart. Laten we maar beginnen met de klit. Dan kun je even een stikje te pakken. Zelfs een hoofd. Wel een mooie rol. En dan begin je met aan de zijkant twee plukjes te pakken. En probeer ze zo gelijk mogelijk te maken. Dan pak je in het midden. Ook een plukje en probeer dan helemaal in het midden te doen. Dan begin je gewoon een vlecht rechts boven het midden. Dan is dit nu het midden geworden. Dan links boven het midden. En dan komt deze hier. Dus ze gaat rechts weer over het midden. Dan pak je er een plukje bij. Dan gaat links weer over het midden. Dan pak je aan de linkerkant pak je dan weer een plukje bij. Rechts over het midden. En dan pak je links, rechts weer een plukje bij. En zo blijf je dat dan doordoen. Totdat jij vindt dat die genoeg gevlocht is. Nu hebben we overal weer een plukje bijgepakt. En ik vind dat die zo genoeg is. Dus dan ga ik hem gewoon vlechten. En zorg hem altijd zo dicht mogelijk tegen de staart aan te houden. Zodat hij niet helemaal zo gaat staan. Dan pak je een stikje van de kont af. En dan moet je hem gewoon opnieuw doen. Tada! Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Geef me een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Nou, tot de volgende keer. Doeg!